Ja, hoog. Kijk. Ja. Ja, goed zo. Daar. Ga pakken. Goed zo. En door. Hallo lieve vrienden, ja het is vandaag alweer zaterdag en wel 1 mei. 1 mei, in mei weg alle vogeltjes een ei, dus ja we gaan dan weer ook lekker deze maand proberen te genieten van de natuur. En waar ik in hoop jullie ook mee te kunnen nemen, nou ik heb tegenwoordig jullie altijd mee, dus dat kan de pret niet boeien. Maar in ieder geval, ook eens een keer ga ik dan de natuur in en dan neem ik geen hond mee. Nee, die blijft dan maar een keer thuis. Ik kan dat niet iedere keer doen. En wat ik zeggen wil, vandaag komt er weer twee personen met een bliksembezoek. Want ze moeten ook ergens anders wezen. Ik heb het vermoeden dat ik ook weer Lucky Stones zal ontvangen om die weer hier en daar door de hele stad Den Helder te droppen. Ja, dus ja, hou je hart vast. Ga op zoek naar Lucky Stones. Ja, leuk, gezellig. Als je er eentje vindt, is het de bedoeling dat je die weer dropt. Het moet een zwerfsteen worden, dat die doorzwerft. Gebeurde wat weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Nou, rustig dames. Jij al helemaal om achterkant al aan te zetten. Wat verdek je. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat die steen doorgaat. Dus vind je er een, mag je hem wel mee naar huis nemen en dan mag je het laten zien aan je ouders als je tenminste nog een kind bent. Ben je zelf volwassen, nou mag je hem ook wel even mee naar huis nemen om te laten zien aan anderen. Maar als je weer weggaat, neem hem mee en verstop hem weer ergens. Ja, dat is de bedoeling van zo'n Lucky Stone. Lucky, ja, hoe zeg je dat? Lucky Stone. Ja, een stone. Ja, geluksteen, ja. Maar in ieder geval, dat is de hele bedoeling ervan, omdat die door moet gaan. En als je er eentje gevonden hebt, op de achterkant staat 9 van de 10 keer een naam van de persoon, dat ze op Facebook zitten of Instagram of wat dan ook, zoek die persoon dan op en geef ze de melding van, ik heb jouw steen gevonden, wat leuk! Nou, gezellig. Hartstikke fijn dat jij mijn steen hebt gevonden, krijg je dan te horen of te lezen. Dus ja, en misschien krijg je er een vriendin of een vriend erbij. Ja, je weet me nooit. Hé? Ja nou? Maar in ieder geval, Karen en Roderick die komen dus, zoals jullie dat nu wel begrijpen, maar het is maar voor een bliksembezoek. Nu ga ik even mijn meisjes uitlaten. Ja, en weer langs de gracht. Ik trek me er niks van aan. Ik mag daar lopen, punt. Hé? Ja. En als die man aanrijdt, nou ja, er wonen daar genoeg mensen. Dus het wordt heus denk ik wel gezien of gehoord of wat dan ook. Dus, maar dat komt wel goed hoor. Ja hoor. En ik kan in het gras ook staan als er een auto aankomt. En dat doe ik ook, hè. Als ik een auto aan zie komen, dan is het wel laat, hoor. Over die stoeprand heen en in het gras. Ja, toch? Dat doe je ook bij de stoep. Als je stoep op, stoep af moet, doe je dat ook zo. Nou, dat doe ik bij de berm ook. Nou, en dan is die auto er voorbij. Dan ga ik er weer af. En de honden, die blijven gewoon in de berm lopen. Ja. En soms dan heb je ook wel eens een kleine file van 3-4 auto's. Nou, dan laat ik 3-4 auto's in de berm staan en dan gaan we daarna weer verder. Ja toch? Niet moeilijk doen, gewoon makkelijk doen, ja. Maar die man die maakt het moeilijk voor mij, want dat maakt mij bang. Maar ik wil niet bang zijn van die man. Dus ja, bekijk het maar op zijn gemak.
Het leven is een feest, zeg ik, voor mij. Want ik wil leven en ik wil niet dood. En als hij straks straf krijgt van de rechter of de politie, weet ik wel wat. Nou ja, ik heb ook nog geen telefoon gehoord, hoor. Nee. Binnen de 48 uur, ik weet niet wanneer dat dan is. Ik kan dat niet berekenen. 24 uur is een dag. 24... Twee dagen, binnen de twee dagen. Nou, moet hij of vandaag of morgen bellen. Ja, politie werkt natuurlijk ook in het weekend. Merk ik wel. De telefoon die staat ook harder. En ja, zoals ik aan het vloggen ben, ja, dan zie ik wel een balkje komen van die bel. Nou ja, als het hij al is, dan zal ik zeggen, sorry, ik stop. En dan stop ik gelijk even en dan neem ik eerst op. Want dat vind ik belangrijker dan vloggen, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En hou je fatsoen, wees lief voor elkaar en met elkaar. Geef elkaar een knuffel, geef elkaar een hand, geef elkaar een kus. Want wat nu mag, ze doen het zelf ook. Ja toch? Ja. Ik ga met mijn meisjes lekker lopen en dan komt het wel goed. Ja, weer eentje met pootjes bijten. Pas een dikke jaar mag niet je kind, nee. Pas op, hè. Is je niet lief. Is je niet lief. Hé, meisje? Is niet lief, hè? Nee, is niet lief, hè, wat ze doet. Nee, ja. Nee, je kind. Wat voor dikke. Nou. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, ik ben weer bepakt en bezakt en ik heb zelfs nou iets extra's om. Mijn GoPro-tuig heb ik weer om. Ja, en dan natuurlijk de dames zijn weer aan mij gekoppeld. Ja, daar hebben de dames aan mij gekoppeld. Maar de GoPro gaat dus ook mee om de doodeenvoudige reden, mijn eigen veiligheid. Vanwege die ene man. Als ik weer tegenkom, dan staat hij erop. Ik doe hem nou voortaan steeds om. Wanneer ik ga lopen. En als hij er daarna komt rijden, ja, dan staat hij erop. Hopelijk. Dus ja, helemaal goed. Ik hoop dat hij een beetje goed staat zo. Ja, komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, bepakt en bezakt en voor mijn eigen veiligheid. Ja toch? Ja. Jullie gaan natuurlijk ook mee. Jullie gaan in de tas, maar ik heb jullie nooit niet zo snel te pakken. Dus daarom, voorzorgmaatregelen. Het is half werk, zeggen ze. Ik zou zeggen, tot straks weer. Doei!
Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer eventjes. Ik kreeg weer een leuk klein pakketje binnen. Die gaan we zo weer even openmaken. En even zien of ik hem zonder schaar open kan krijgen. Dat is wel zo leuk. Ja, eens even zien wat daar nou weer in zit. Ja, dat duurt een maand, dat duurt 2 maanden, zoiets voordat je dat weer binnen krijgt. Ik zit de schaar ertussen. Ik vind het goed. Zo. Drie stuk. Nou, ik ga gelijk weg. En dan heb ik weer 2 pakjes. Daar staat je pak voor de deur. Dat is leuk. Een potloodje of zoiets. Make-up. Jeetje, Mina. Echt bizar. Die plaktroep. Echt bizar. Ja. Dat is paars. Ja. Alleen nog. Een probleem. Het is enkel dat puntje. Meer zit er niet in. Dus het is zo marrel. Ik had een zwarte. Nou, zomaar op. En dat vind ik het zonde ervan. Je mag wel 10 ervan bestellen voor de, ja. Zo zonde. Nou, hier zit ook een potloodje in. We zullen zien wat voor kleur dat is. Jeetje. Nou, ik pak de schaar weer op. Jeetje Maria. Hup. Ja, dat is een andere kleur paars. Dat zit helemaal in plastic verpakt. Jeetje. Zo. Ja. Kom maar wel. En blijft het nog stromenij, ook zo lekker. En nu dat, het plastic ga je buiten stromen. Ho. Dan gelijk de hele dop eraf, dat moet nog niet. Mijn hemeltje. Zo, een klein stukje te gaan. Zo, nou blijft het aan. Nou. Ja, gaat lekker nou weer in het potloodje. Oh, jakkers. Nou, er zit een heel klein puntje aan. Waterproof crème gel liner. Dan hoop ik dat daar wel... Kijk, dat bedoel ik. Dat moet je hebben. Dat het langer wordt. Daar hou ik van. Dat krijg ik bij die andere niet voor elkaar. Dat bedoel ik. Dat zit het hem hier niet in. Dus deze is in principe dan alweer beter dan die, want dit is zomaar op 2-3 dagen, kun je hem weggooien. Zo zonde. Maar ja, ik heb er even paars. Want in de stad, bij de winkels, niks meer te vinden dan paars, helemaal niks. Ja, enkel dat wat ik nou op heb, maar ja, dat noem ik niet echt paars. Paars is paars. En niet zo wat tegen het bruine aan, weet je.
Ik ben er wel weer blij mee. Ja. Gaan we weer naar boven doen. Bij de rest. Karen en Roderick die zijn er nog steeds niet. Nee, ik had al wel een foto gekregen met een vraag erbij. Nou ja, die heb ik beantwoord. En waar ze zijn, je hoeft me het weten. Ze kunnen al in Den Helder zijn dat ze tegen de aanpas komen. Ik weet waar niks. Dus ja, het is afwachten maar. En ik hou jullie op de hoogte. Hey, ik ben een spelletje aan het doen. Dus township. Mijn boerderij ben ik aan het verzorgen en mijn stad. En dan moet 44, 43 seconden, et cetera, wachten om bijen voer. Want ik heb ook een bijenstal en dan moet ik bijtjes voer hebben. Ik ga dit even weggooien. Zo. Dus ja, zo dus. En dat is wel grappig. Dat is schaapje. Maar ja, ik heb maar weinig plankjes. Dus met opwaarderen moet ik die plankjes eens een keertje gaan doen. Want ik heb te weinig vooral daarvoor. En ik heb wel twee voerapparaten. Daar heb ik er twee van. Dat is deze, die stond net open. En dan heb ik er hier nog één. Er zitten drie schaapjes in. Maar ja, ik heb ook twee stallen met schaapjes. Dus ja, hier heb ik de bijtjes. En die moeten eetjes. Klaar. Dan heb ik drie koeienstallen. Nou, en er staan er dus zes in een stal. Deze kan ik ook opwaarderen tot en met zes. Maar ja, dat doe ik nou maar niet, want ik heb geen ruimte om voer te maken. Dus ja, en het is een hele grote hoop. Het is een grote stad hier, alleen maar nog winkeltjes. Ik heb hier nog allemaal uitbreiden. Dat is wel grappig. En hier, oké, naar de dierentuin. Ook daar is in aanbouw. Dat kan ik in principe openen, maar dat doe ik nog niet. Er lopen klanten, die moet je ook verzorgen. Nou, wacht even, dat is wel wat. Wat is dat? Nou, dat heb ik ook wel gegeven. Nog eentje. Dan gaan we verder. Oh, 9 tomaten, ook goed. Nog meer? Ik zal wel niet. Nee. Nou, dan ga je weer terug. En nou ja, ook de stad, mensen moet je dus doen. Rond een helikopter. Nee, allemaal mensen in je stad. En daar moet het naartoe gebracht worden. Dus nou, er moet suikerriet worden gevraagd. Dus even nog een keer kijken. Twee kerstbomen. Nou, pak je twee suikerriet. Vul je hem gelijk weer. En twee kerstbomen. Nou, hoppata. Vul je hem ook gelijk weer. Hup, en je stuurt de helikopter erop af. Nou, hoe leuk is dat? Ja, dan vliegt de hero. Kan je hem volgen. Nou, dan gaat hij weer naar zijn plaatsje terug. En dan kun je hem nog een keer aanklikken, want er is er nog een. Nou, verzenden, dan gaat hij nog een keer. Nou, toedelidokies. Nou, zo ben ik even met het spel bezig. En je hebt ook van andere spelers vragen. Nou ja, dat vind ik ook in mijn spel aan de linkerkant. Ook kun je met elkaar praten. Net zoals chat, laat me zeggen. En stickers hebben we ook om een sticker naar elkaar te sturen. Dus ja, hartstikke leuk. Nou, en ik heb een eigen koop. Dat is dus, ja, moet je, als je de aantal levels hebt, dus level 19 vereist, kan je een eigen koop oprichten. Nou, en daar help je elkaar om aan spullen te komen die je zelf nog niet hebt of zo. Nou ja, hartstikke leuk dus. Het houtje van de straat, zeg maar. Ja, toch?
Maar oké, lieve vrienden, veel plezier verder. Ik ga even nog verder totdat ik klaar ben, dat het eventjes de tijd heeft om een paar uur zonder mij. Want zoals een vliegtuig, dat duurt 4 uur voordat het weer terug is. En de treinen duren ook zo lang. Dus ja, en mijn treinen zijn ook nog niet helemaal gevuld. Ja, en sommige producten duurt ook 2-3 uren voordat het weer boven de grond komt of voordat het klaar is in de fabrieken. Dus ja, Township heet het. Leuk, gewoon leuk. En een heleboel spelen dat op hun mobiel of tablet, maar dan is het allemaal zo klein. Dit is lekker groot. Het enige wat ik niet voor elkaar krijg, dat is mijn profielfoto van Facebook erin. Dat vind ik raar. Maar ja, gedane zaken hernemen geen keer, ik snap het ook niet. En misschien komt het wel goed. Wel ja, nou, lieve vrienden, ik zeg het op later. Dat is goed. Hoog. Kom. Ga dit maar eens eraf zien te krijgen. Elwin, kom eens hier. Hoog. Daar. Hoe krijg je dat er vanaf? Om dus hoog te gaan. Want je krijgt dan die deur wel open bij mij, hè? Ja. Daar springt ze gewoon tegenaan. Elwin, kijk eens. Hier. Hier moet je wezen. Hier moet je wezen. Daar. Moet je hier wezen, als je wil hebben. Gemeen, kijk eens. Ja, dan moet je hier wezen. Ga maar dat ervan afhalen. Dan moet je hoog. Je kan hoog. Want je weet wat het is. Ja, hoog. Je moet er wat voor doen. Kijk. Ja, nou en dan ga je het een beetje weer begrijpen. Hè? Hoog. Kom eens dan. Als je een deur open doet, dan moet je eigenlijk daar, want die is makkelijker. Hè? Ja, dat is dan kut van. Deze gaat die kant. Ja. Zullen we daar eens even proberen? Dan? Kom eens hier met de tuin hier. Hè? Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Zo, kom eens hier. Kom eens hier, hoog. Kijk. Je kan ook anders en tegen die deur aan. Kijk, kom, hoog. Kom eens hier. Ga ik je even helpen, net als toen. Nee. Kijk. Daar. Ruiken. Huh? Ja, je kan daarbij. Kijk eens hier. Een beetje dichterbij. Ja, kijk eens hier. Ga maar pakken. 1, 2. Kijk, daar is het. Ah. Na. Ja. Nou, en weet deze dan? Moet je maar achter wat? Nee! Nou, kom eens! Elwin, kijk eens! Kom eens hier, Elwin! Kom! Ja, en je bent een beetje een lui hondje aan het worden jij. Hartstikke leuk, kom! Kom, kijk eens hier! Ja, hoog, kijk eens! Ja. Ja, goed zo! Daar! Ga pakken! Dat is heel wat. Kom eens hier. Elwin, kom maar. Ze is trots. Kom maar. Kijk eens. Kom dan. Kom. Ja. Nou, ik vind het al heel knap dat je al eventjes op mijn hand ging staan. Kijk eens. Alsjeblieft. Grote meid. Hé? We leren het hopelijk.